Museum De Turfschuur neemt een uniek initiatief om het fotografisch verleden van Kolhorn opnieuw tot leven te brengen. Iedere fotograaf kan meedoen. We spraken met Aad de Boy, de bedenker van het project. Wij gaan 1 februari beginnen met het project Kolhorn Toen en Nu. En wat we doen is dat we uit de archieven van het museum hebben we ongeveer 40 foto's gehaald. Allemaal van voor 1950. En we gaan Kolhorners, maar ook mensen uit de wijde omgeving van Kolhorn vragen om van die plekken een foto in het heden te maken. En het idee is dat we dan een boekje maken waar de foto van toen en de foto van nu naast elkaar gezet worden. Met een verhaaltje erbij over de geschiedenis van dat plekje in Kolhorn. Op onze website en in onze nieuwsbrief en op de Facebookpagina hebben we aangegeven aan welke minimale kwaliteitseisen zo'n foto moet voldoen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons een flinke subsidie gegeven om alle kosten van de productie van zo'n boekje en de dingen eromheen om dat te kunnen financieren. En uit de beoordeling hebben we begrepen dat ze dat met name gedaan hebben. Niet omdat we een fotoboekje maakten, maar omdat we een project gemaakt hebben waarbij we de bevolking van Kolhorn actief betrekken bij de activiteiten van het museum. Als er meerdere inzendingen zijn op een van die foto's, hoe ga je dan beoordelen welke daar het beste bij past? Lijkt me lastig. We gaan kijken naar in hoeverre men erin geslaagd is om zoveel mogelijk beeldformaat en compositie en zo vergelijkbaar te hebben met de foto van toen. En er zijn ook foto's bij waar mensen op staan. En het lijkt ons een leuk idee als iemand dan probeert om ook dat weer terug te brengen door ook mensen van nu zo te groeperen in die foto, dat dat nog meer lijkt op die foto van vroeger. Mensen kunnen niet voor hetzelfde onderwerp 2 keer een foto indienen. Dus ze moeten zelf wel een eigen keuze maken als ze 5 foto's gemaakt hebben, welke foto ze dan opsturen. Maar ze mogen wel van elke foto opnieuw weer een foto van nu maken. Als het boekje gepubliceerd wordt, ook nog en hier in het museum een expositie. En we willen, daar moeten we nog afspraken over maken, maar we willen in de Laurenskerk ook een dag hebben, waar we, of misschien een weekend, waar we ook nog meer dingen kunnen laten zien. Ik schat in dat we ergens in de zomer alles verzameld hebben. En dat betekent dat we aan het eind van de zomer, dus in augustus, september, dat we dan hopen dat we het eindresultaat kunnen presenteren. Dus nou, ik zou zeggen, iedereen die het leuk vindt om te fotograferen, doe mee. Ga naar onze Facebookpagina Kolhorn Toen en Nu. Kijk elke 14 dagen op zijn minst welke foto's er staan en ga je eigen foto's maken. En ik hoop oprecht dat er heel veel mensen in gaan zenden. En mocht iemand vragen hebben, dan kunnen ze ook via de Facebookpagina altijd ons benaderen om die vragen te beantwoorden.